Gespannen gezichten in de spelerstunnel. Daar gaat het om, de KNVB-beker. Stijs met de Paul van Boekel uit Vierlingsbeek. En beide teams, Heracles Almelo, voor het eerst in een bekerfinale. Voor PSV is dat al wat bekender. De sfeer is geweldig. In het Rotterdamse stadion de Kuip, waar traditioneel de finale in de strijd om de KNVB-beker wordt gehouden. Veel fans uit Eindhoven. 18.000 in totaal zorgden samen met die uit Almelo voor een geweldige sfeer. Een finale om deze beker waardig. Eén verrassing in de opstelling van PSV. Tim Matafs op de bank. Op zijn positie vooraan in de aanval nu Jermaine Lens. Wijnaldum op rechts. En voor de rest eigenlijk allemaal zoals PSV de afgelopen week heeft gespeeld. Dit is Lens. Al gelijk in de eerste minuut met een uitstekende kans. Daar is pas weer kansloos. En het scheelt niet veel of Lens had geschiedenis geschreven. En al binnen een minuut gescoord in een bekerfinale. Uitstekend begin van PSV. Dat vanaf de eerste minuut eigenlijk één ding liet zien. Die beker moet mee naar Eindhoven. Mertens. Breukers bij zich. Strootman. Zoeken naar dat ene gaatje, want Heracles had het huiswerk goed gedaan. En hield de ruimtes heel erg klein. Maar PSV kreeg kansen. Lens. Duarte werkt weg. Toivonen pikt op. En een goed schot van Toivonen, waar pas weer de nodige problemen mee heeft. En wat een heerlijk begin van PSV in deze bekerfinale. Kijk eens, het scheelt eigenlijk helemaal niks. En wat kan Heracles na dat stormachtige begin van PSV? Goede paas op Armenteros, onschadelijk gemaakt door Hutchinson. Via Strootman. Wijnaldum even de weg kwijt. Merkwaardig toch in de Kuip waar hij jarenlang heeft gespeeld. En de eerste kans voor Heracles Almelo is dit ziedende schot van Willy Overtoom. Via de vingertoppen van Titon in het zijnet. En weer Heracles, dat natuurlijk een antwoord had op die felle openingsfase van PSV. Weer Overtoom. Maar verdedigend gaf PSV niet zo gek veel weg hoor. Wijnaldum. En veel snelheid, korte balbehandeling. En een uitstekende paas op Mertens. Maar ook uitstekend gereageerd van Pasveer. En wat speelde PSV een voortreffelijke openingsfase in de eerste 20 minuten. Hier nog een keer die kans voor Mertens en een goede reactie. En weer PSV. Labiat in de rebound. Wellicht Wijnaldum. En zo bivakkeerde PSV meer op de helft van de tegenstander dan dat dat andersom het geval was. Mertens komt er aardig uit zo. Wijnaldum. De ruimtes zijn klein, maar de kans is voor Wijnaldum. En misschien had Labiat deze er wel in kunnen of moeten glijden. Toivonen dan. En hij kan even ademhalen. En dat is hard nodig, denk ik, voor Heracles. Laten we deze aanval nog eens bekijken. Deze goede paas op Labiat. Pasveer. En dat had eigenlijk ook een doelpunt waardig geweest, deze aanval. Hier nog even dat bedoelde stiffie van Wijnaldum. Het gaf alleen maar aan dat PSV uitstekend in de wedstrijd zit. Ook al na een half uur spelen. Labiat. Hutchinson. Weer Labiat. Daar is Toivonen met een hakje en de openingsgoal. Half uur gespeeld. En PSV heeft waar het recht op heeft. Gezien de verhoudingen in dat eerste half uur. De voorsprong. De 18.000 uit Eindhoven vieren feest. En wat is het gedurfd ingeschoten van Ola Toivonen. Hier geen buitenspel. Labiat en Toivonen achter zijn standbeen langs. Prima goal. Mooie beelden dit. Aan het begin van de tweede helft met Pieters. Mertens. Komt hij aardig uit zeg. Weer Pieters. Mooie aanval dit. Toivonen één keer. Dan Lens. En de voorzet voor Wijnaldum. Nee. Zo'n mooie aanval uit het boekje wordt eigenlijk bekroond te worden met een doelpunt. Maar het lukt Jorginho Wijnaldum niet. Hier nog eens kijken. Hoe mooi één keer geraakt. En eigenlijk moet je zo'n bal er net in kunnen glijden. Goeie paas. Daar is Mertens. Mertens en pas weer. Of het kan doen. Ja, koppen. En dan is het 2-0. En is de keeper geblesseerd. Laat Mertens een tekst op zijn
t-shirt zien. Maar die botsing heeft ook Mertens pijn gedaan. Mertens heeft pijn aan zijn gebit en ook Pasveer is daar behoorlijk geraakt. Terwijl de man van de paas, Erik Pieters, zijn feestje viert. Nou, eens kijken wat daar gebeurt. Mertens, oeh, ja, dat doet zeer. Ah. Nog eens vanuit de andere positie, boem. En dan denk ik inderdaad dat Pasveer pijn aan zijn hoofd heeft. En Mertens aan zijn gebit, want daar klapt Pasveer vol met zijn hoofd op. Het is door veel camera's uit veel posities geregistreerd. Maar het is wel een goal en inderdaad, Mertens mist wat stukjes van zijn voorgebit. En hier wordt een gaatje in het hoofd van Pasveer vakkundig gehecht. Bestuur van Heracles met voorzitter Jan Smit ziet het allemaal aan. Maar zowel Pasveer als Mertens kunnen verder spelen en dus kan de wedstrijd doorgaan. Toivonen. Mertens vraagt alweer, is dus helemaal bij de les. Pieters. Mertens. Uitstekende gedreven aanval weer van PSV. En het schot is voor de doelman van Heracles. Draait naar zijn favoriete plek. Binnendoor. Weer een goede aanval van PSV. Lens op snelheid met twee man achter zich aan. Jermaine Lens beslist de wedstrijd en scoort 3-0. En het lijkt me niet dat Heracles dit nog te boven komt. Uitzinnige vreugde bij de spelers van PSV na deze goal van Lens. Want ook die spelers hebben natuurlijk in de gaten dat ze hun eerste prijs van het seizoen binnenhalen. Heel koeltjes afgemaakt door Jermaine Lens. 3-0. Wat kan Heracles nog? Het gaat wel door. Oh, Everton. En goed gekiept ook. Wat een schitterend schot van Everton. Maar wat een puikenreactie ook van Titon. En het pleit voor Heracles dat het door blijft gaan om achter die eretreffer aan te gaan. Maar dat lukt niet meer. PSV wint de KNVB-beker, de 9e in haar historie. Het is de eerste prijs van Philippe Cocu, die het overigens ook een beetje een prijs van Fred Rutte noemt. En Ola Toivonen en de rest vieren het feest op het winnen van deze KNVB-beker. De eerste prijs van het seizoen, zoals gezegd, voor PSV. En misschien is het niet eens de laatste.